Ja, zoals iedere week de wijntip van Ad Wijnen van Still Sparkling. En het wordt steeds gekker, want ik zie hier nu 4 stuk staan. Normaal heb je er 2, hooguit 3. Ja, we proeven er 2, Christel. Walter kookt rode kool. Dan denk ik toch altijd aan een beetje noordelijke keuken. Nederlands, Duits. Mm-hmm. In Nederland hebben we eigenlijk geen wijncultuur. Maar in Duitsland drinkt men daar Pinot Noir bij. En Pinot Noir, vertelde ik, was een van die druiven die zo slecht zijn kleurstof afgaf. Ja. Dat ziet er dan zo uit. Nou, ben ik heel benieuwd. Maar ik vertelde je ook dat er technieken zijn om daar wat meer kleur aan te krijgen. Ja. En die heeft onze meneer Queerbach van de Kroonkurk, weet je nog? Ja. Die heeft die toegepast. Kijk, Pinot Noir is nooit een donkere wijn, maar ik hoop dat te zien is dat deze toch iets meer kleur heeft. Ja, even naar voren schuiven inderdaad. Dan die. Dit is eigenlijk de techniek waar bijna alle wijnboeren ook rosé mee maken. Alleen omdat Pinot Noir zijn kleurstof zo slecht afgeeft, maak je daar dan een witte wijn van. Ah. Opgelost. Opgelost. Is de smaak dan heel anders? Die gaan we proeven. Oh, oké. Nou ben ik heel benieuwd. Kijk, dankjewel. Alsjeblieft. Want... Even walsen. Lekker. Ruiken. Ik vind hem heel lekker. Het is vanavond Sinterklaas. Ja. En waar denken we dan aan? Aan Spanje. Ja. En we zouden ook iets roods proberen. Dus ik heb meegebracht uit Spanje, El Aprendiz, Prieto Picudo. Prieto Picudo. Ik hoop dat hij hier mijn schoen krijgt dan. Die mag ik nou vanavond niet meer zetten, hè? Altijd dat beetje. Oh, Prieto Picudo uit Tierra de León. Een hele droge, een landklimaat. Dus het vriest er in de winter keihard. En zomers is het er bloedheet. Ja. Die druivenstruiken die groeien gewoon over de grond. Alles wat een stukje boven de grond uitsteekt, wordt gewoon door die verschroeiende wind verbrand, als het ware. Echt waar, dus dat ziet er totaal anders uit. Dus dat ziet er totaal anders uit. Opbrengst is ook maar 800 kilo per hectare. Ja, dat is dus echt heel weinig. Nee. Dat niet? Nee. Oh. Maar neemt wel veel grond in beslag. Ja. Maar ja, een beetje schrale, hete grond, dus zal het niet zo duur zijn. Schrale, hete grond is niet zo duur. Walter, blijkbaar. Gedraag je echt. Blijkbaar. Hij mag niet te veel wijn meer, hoor. Dat is niet goed voor hem. Oké, Walter, ik denk dat we deze gaan proberen bij jouw rode kool. Christel, dankjewel. Alsjeblieft. Hij prikkelt een beetje. Ik denk dat dat heel lekker is erbij. Heeft dan ook een kruidigheid. Ja, dat. En toch behoorlijk wat zuren. Dat hij over die speculaas goed aankan. En hij kan jouw knoflook in je gratin ook wel aan, denk ik. Oh ja? Heel goed. We zien je volgende week weer. Oké, tot ziens. Wil je op de hoogte blijven van ons? Klik dan op abonneer hier.